Beste vrienden, we zijn aan het eind van deze dag gekomen. Het feit dat we hier met 1500 jongeren bij elkaar zijn, betekent dat de toekomst van de SGP springlevend is. Dat is goed nieuws. Zeker tegen de achtergrond dat Nederland seculariseert in een hoog tempo. Ruim 50.000 mensen nemen jaarlijks afscheid van de kerk in Nederland. Jij hebt ervoor gekozen vandaag vrij te nemen en naar Utrecht te komen. Het is een enorme steun richting onze Kamerleden. Het is ook een enorme steun voor ons als organisatie. Vandaag heb je gehoord dat geloofsvrijheid niet vanzelfsprekend is. Ik hoop dat de grenzeloze vrijheid die we in Nederland hebben ook een bepaald ongemak bij je aanwakkert. In 50 landen op deze wereld kun je als christen niet zomaar voor je geloof uitkomen. Hier wel. Je hebt vanuit je rode stoel vandaag vooral kunnen consumeren. Je hebt debatten gevolgd. Je hebt de verschillende invalshoeken voorbij horen komen. Je stapt straks in de trein naar huis, al of niet met oranje sjaal. En dat was het dan. Toch hoop ik niet dat het daarbij blijft. Als jongere sta je op dit moment voor belangrijke keuzes in je leven. Over een aantal jaar, als je een gezin mag hebben, als je volledig werkt, ziet je leven er totaal anders uit. Keuzes die de rest van je leven bepalend zijn. Welke studie volg ik? Bij welke kerk sluit ik me aan? Welke partij ga ik stemmen? Ik hoop dat je vandaag voldoende input hebt gehad. Voor je ouders waren die keuzes beperkter. Dat betekent dat in sommige situaties de jongeren om je heen van veel grotere invloed zijn dan de oude structuren. Ik zou zeggen, kijk om je heen. Laat de inhoud van deze dag nog een keer op je inwerken. Wat verhindert je om actieve SGP'er te worden? Er is namelijk niets opmerkelijks aan de hand met onze generatie. Er zijn grotere uitdagingen dan 10 of 20 jaar geleden, maar we zijn slechter georganiseerd dan toen. Europa wankelt financieel, cultureel en qua identiteit op haar benen. En we nemen genoegen met onze nieuwe iPad of nieuwe telefoon. Ik wil je vragen om twee redenen actief betrokken te zijn in de politiek. 1. Een algemeen argument. Er ontstaat een fors generatieconflict op de arbeidsmarkt, woningmarkt, pensioenen, de toekomst van het onderwijsbestel, vanuit de financiële invalshoek benaderd, grote uitdagingen. De kans dat we hetzelfde welvaartsniveau vasthouden van voorgaande generaties is niet gegarandeerd. Wellicht voel of zie je daar niets van in je omgeving, maar het is niet onverstandig om die informatie, of het is onverstandig om die informatie naar je neer te leggen. Voorkom dat je over 10 of 15 jaar tegen jezelf zegt, had ik me er maar in verdiept en had ik me maar georganiseerd als generatie. Als SGP-jongeren bieden weer die mogelijkheid om je te verdiepen en ben je van harte welkom. En dan de tweede reden, de echte reden waar het wat mij betreft om draait. Christelijke politiek doet ertoe. Wie komt erop voor het ongeboren leven? Wie komt erop voor één collectieve rustdag per week, zodat mensen en aarde op krachten kunnen komen? Wie appelleert er aan het heilige in de samenleving, waar alles plat en materieel benaderd wordt? Dat zijn christelijke politici. Dat doen ze vanuit een verantwoordelijkheid die ze meekrijgen vanuit het woord. Het mantra aan deze samenleving is zelfontplooiing, genieten van het leven, het ik vind. En dat terwijl ruim 1 miljoen mensen aangeven zich eenzaam te voelen in deze maatschappij. De maatschappij rent van hype naar hype en draait vaak om vergankelijke eer en roem. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn enorm. Er zijn nog nooit zoveel gebroken gezinnen geweest als op dit moment. Laat ik je 2 ervaringen met je delen van de afgelopen maand. Een maand geleden discussieerde ik met de voorzitter van politieke jongerenorganisaties. Het ging onder andere ook over die vrijheid van onderwijs. Alleen de christelijke politieke jongerenorganisaties stonden pal voor het bijzonder onderwijs. Dat betekent dat als de jongeren van nu de politici van de toekomst zijn, dat de kans reëel is dat over 30 jaar jouw kinderen mogelijk niet meer kunnen de voordelen kunnen genieten van het bijzonder onderwijs. En een ander voorbeeld van de week. Ik was ook bij een debat op een school. Ongeveer 100 jongeren bij elkaar, laatste klas VWO 6, laatste klas HAVO 5. Een van de stellingen was, hulp bij zelfdoding moet kunnen. Ook stemkaart in de klas aanwezig. 95 groene stemkaart. We voelden het debat, weer stemmen, weer 75 stemkaart. Het kan aan mijn debatvaardigheden hebben gelegen, maar het zegt wat mij betreft ook veel over de cultuur waarin we leven. Het is nodig dat je je toerust en het uitdraagt in de samenleving. En toch,
God zegent ons nog. God de Heer regeert. Ondanks al ons menselijke handelen. Dat geeft rust. Hoe meer jongeren een vuist maken tegen antichristelijke ontwikkelingen, hoe beter dat geluid gehoord wordt in de samenleving. Jouw stem en inzet doen ertoe. Bovendien is een organisatie als de SGP Jongeren een enorme leerschool. En er zit enorm veel enthousiaste spirit in de club. Tientallen vrijwilligers hebben deze dag mogelijk gemaakt. Gewoon in de avonduren. Als SGP Jongeren heb je het woord van God. Heb je met het woord van God goud in handen. Uit het woord van God komen tijdloze waarden op. En daarom zijn ze juist van deze tijd. Een mens is een sociaal wezen. En draagt altijd verantwoordelijkheid voor zijn naasten. En de omgeving. Dat staat haaks vaak op dezelfde ontplooiing die zo beroemd wordt in deze tijd. De mens is helaas nogal geneigd tot het kwade. Daarom is er een overheid die duidelijke regels stelt en handhaaft. Recht en moraal van een volk hebben verankering nodig. Want anders is een volk stuurloos en liggen herhaling van fouten uit de geschiedenis in het verschiet. Neutraliteit van de overheid is een vast wat mij betreft. SP Jongens staat voor een uniek geluid. De overheid is godsdienares, zo staat er in de Romeinenbrief. De christelijke overheid, de overheid heeft wat mij betreft in het publieke leven ook voor de eer van God. En die overheid weet zich begrensd binnen de spelregels van de democratische rechtsstaat. Laat het goud van het woord blinken in je omgeving en draag het uit. Ik noemde je net twee redenen om politiek actief te worden. Een algemene en de christelijke. Ik vraag je nu ook nog twee dingen te doen. In de eerste plaats, pak even je pocket met spullen die je hebt gehad vandaag. Die bevat twee dingen. Een aanmeldkaartje voor SGP Jongeren. En zojuist bij de ingang heb je dit kaartje uitgereikt gekregen. Willen jullie allemaal dit kaartje pakken? Wil je eens omhoog steken? Dan kan ik eens kijken hoeveel mensen... Geweldig. Ik lees jullie de tekst voor en ik vraag jullie als ik de tekst heb voorgelezen om in je portemonnee te doen en werk te maken van wat er op je tekst staat. Ik was aanwezig op de SGP Jongerendag 2012. Dit pasje draag ik met me als bewijs van het belang van geloofsvrijheid. Ik wil mijn christelijk geloof uitdragen in de samenleving. Geloven is voor mij geen geheim. Steek hem in je portemonnee. Ten tweede, het aanmeldkaartje. Als je nog niet overtuigd bent om lid te worden, ik zou niet weten wat je nog meer nodig hebt. Vul hem nu in. Bij de uitgang staan zometeen mensen die de lidmaatschapkaarten, als je die ingevuld hebt, kunnen ontvangen. We gaan weer tal van activiteiten dit jaar organiseren. Ik noem alleen de eerstvolgende, want er is reden genoeg om onze website frequent te blijven bezoeken, aangezien die vernieuwd gaat worden. In mei organiseren we een Israëlavond. Een enorm belangrijk thema. Ik hoop jullie daar allemaal weer te ontmoeten. Dank jullie wel.